Sister Friends draagt bij jou zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen. Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we, we got, got you. you. Welkom bij Sister Friends, een place where friends become sisters. Hey sis, welkom bij Sister Friends. Mijn naam is Jasminda. En mijn naam is Julissa. En vandaag ben ik super hyped. Misschien kunnen jullie het horen. En kunnen jullie het zien op YouTube? Want dit is yes. onze eerste aflevering op YouTube. En we hebben er super veel zin in. En je kan ons nog steeds beluisteren via onze streamingdiensten, maar ook dus op onze YouTube channel, Sister ja. Friends. En uh, ja, we hebben er super veel zin in. En dit is vandaag onze vijfde storytime. We gaan altijd in gesprekken met vrouwen die ons inspireren. En vandaag uh, hebben we ook een speciale gast waar we in gesprek mee gaan. En um, ja, als je niet bekend bent met storytime. Zal ik zeggen, geniet ervan en uh, veel luister en kijkplezier. Ja, ja. zeker. Ik ben super huid vandaag. Niet alleen omdat we voor het eerst te zien zijn op YouTube, maar we hebben vandaag ook een hele toffe gast. Ja. Een vrouw die ons allemaal, um, of in ieder geval ons twee, heeft geïnspireerd. Zeker. Ik kan niet voor jullie allemaal spreken, maar ik geloof van wel. Uh, de vrouw die we vandaag mogen verwelkomen is artiest, sociaal ondernemer en natuurvoedingstherapeut. Ze heeft haar eerste single 'Do for Love' uh, een wereldwijde hit gescoord en daarna heeft ze twee Edison awards gewonnen, maar ook verschillende albums gemaakt en de hele wereld rond getoerd. Daarnaast is ze onlangs ook um, een platform gestart samen met Irene Achieman Hin. Ik hoop dat ik het goed zeg, excuses als dat niet zo is. En um, dat heet de Diaspora Wellhouse. Met dit initiatief gaan ze in gesprek over de invloed. Van uh, het koloniale verleden op de fysieke en mentale gesteldheid van de uh, Afrikaanse diaspora vandaag de dag, lange intro. <laughs> Maar welkom, welkom Sabrina, Sabrina Dank Stark. Je. Dank ja. je wel. Super tof dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, en ook next. super tof dat jij onze eerste gast bent waar we gewoon opnemen. Ja, ja. ik voel me vereerd. Ja, we hebben er echt super veel zin in. En um, het blijft eigenlijk hetzelfde. We hebben ook altijd uh, stellingen uh, waar je ja of uh, nee op mag antwoorden. Ja. En gewoon heel snel. Geen uitleg, maar zometeen mag je het wel verder uitleggen. Ja, okay. in het gesprek komen we ja. er meestal weer op terug. Ja. Um, nummer één: er is een directe verbinding met voeding en kanker. Ja. Nummer twee: um, de ziekte kanker is nog steeds taboe binnen de Afro-community. Ja. Oké. Okay. En de laatste: er moet um, meer aandacht komen voor de ziekte op jonge leeftijd. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb heel veel. Wat ik net zei. Ik ben super hyped om dit gesprek te voeren, maar ook. Ik heb er nu dat ik er zo over nadenk, heb ik er nooit echt goed over gesproken. Nooit echt diep de diepte in gegaan. Over de ziekte. Ja. Je hoort yeah. het en, uh, Maar Misschien we gaan er we... eigenlijk niet de diepte. We gaan er niet diep op in tenminste ik niet. Weet je ja, wat ik het wel, er is? Yeah. Ik denk ook dat, je er misschien, dat het ver van je bedshow is als je nog nooit iets dichtbij hebt meegemaakt of mensen in je omgeving. Ja, wel. Ik heb een tante gehad die dat heeft. Maar oh. nu denk ik van, ja, we hebben het er nooit... Want bij de stelling, toen je zei van over het taboe, toen dacht ik, oh ja. Ja, ja ook oh, ik snap het. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Als we het erover hebben, dan is het vaak gewoon snel, snel. En, ja. Ja, okay, ja. Hoe, um, ja, hoe gaat het nu eigenlijk uh, met jou? Ja, het gaat, uh, het gaat goed met mij. Uh, ja, ik heb inderdaad natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug gehad. Maar ik voel me echt wel um, ja, goed weer. En um, ja, het is, het is wel gewoon zo dat als je, uh, als je kanker hebt gehad, dan blijf je gewoon uh, nog onder controle. Dus weet je, ze blijven je nog een lange tijd in de gaten ja. houden. Ja. Omdat het natuurlijk altijd is er een kans dat het terugkeert. Weet je, dus het is een, een hele. Complexe ziekte in die zin. Uh, dus, weet je, je blijft gewoon nog onder controle. Ja. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen: van het is niet zo dat dat idee mijn leven overneemt. Ik ben mm -hmm. echt wel weer gewoon, ik heb mijn leven weer opgepakt. Ja. Mijn mm -hmm. leven is ook heel, he helemaal veranderd eigenlijk. Mm -hmm. Weet je, het was eigenlijk een hele, nou ja, ook een hele bijzondere periode als het gaat om. Um, nou ja, naar binnen gaan. Ja. En zeg maar gewoon echt stilstaan bij van... oké, okay, dit is me overkomen, wat betekent dit? Waar komt dit vandaan? Weet je, dus ik heb echt wel uh, tijdens mijn ziekteperiode... echt de tijd genomen om heel veel dingen ook aan te pakken. Weet je, alle mentale dingen. Oh, alles oh, wat okay. nog onverwerkt ja. is, zeg maar. Reflecteren, veel reflecteren op... ja, hoe, ziet mijn, hoe zag mijn leven er eigenlijk... Uh, hiervoor uit en ja. Um, yeah, um... ik, ben, ik ben wel benieuwd, hè? want wij kennen jou als Sabine Stark, de soul superstar uit <laughs> Nederland, uit Rotterdam. Yeah. Um, hoe, hoe ben je erachter gekomen? Hoe, hoe ging dat? Want je was, je was gewoon goed, je bent nog steeds goed bezig, maar in de zin van toen was je heel erg ook um, met je muziek heel actief. Mm -hmm. Je was mm -hmm. veel, in de ja, veel in de media, vond ik zelf. Sublime, ja. ben je altijd standaard, was je altijd ja. op de radio. Dus ik was heel benieuwd, hoe is dat gegaan in die periode? Was het ineens een klap? Ja, het is denk ik sowieso een ja. klap. Maar ja, kan je wat meer vertellen over hoe je erachter bent gekomen mm -hmm. dat je ziek was? Ja, kijk, ik ben altijd wel uh, iemand die zeg maar, weet je, de borsten controleren. Dat is hmm. misschien niet iets wat uh, vrouwen va vaak doen. Maar dat is wel iets wat ik zeg maar om de dus zo nu en dan doe, deed. Ja. Als ik onder de douche was, weet je dat je je borsten controleert. Um, en toen, op een gegeven moment, toen voelde ik echt een knobbel in mijn uh, borst. Maar toen dacht ik nog niet eens direct aan uh, dat het iets was. Kon zijn. Weet je, ik dacht van, nou ja, oké. Okay. Uh, ik heb gewoon best kleine borsten, weet je, dus best wel, uh, ja, je voelt alle, alles wel. Zeg maar, kijk, als iemand die grotere borsten ik heeft. Zelf, ja, dan ga je uh, Weet je, dan yeah. voel je niet gelijk, dus, maar met kleine borsten voel je wel gelijk alles zitten, weet je, alle klieren en zo. Dus ik dacht, ik dacht niet gelijk dat het wat was. Ik dacht van, nou ja, ik uh, blijf het gewoon in de gaten houden. Ja. En, um, maar toen begon het te groeien. Weet je, dus na een paar maanden, toen was het groter. Toen dacht ik van, nou oké, okay. misschien toch wel laten checken. Dus toen ben ik, uh, heb ik een afspraak gemaakt. Uh, toen heb ik het laten checken, dus een mammografie maken ze dan. Mm. Dus het is een hele vervelende, jullie hebben het vast Dat doet wel pijn, van hè? Ja. ja, Dus je, je borst leggen ze eigenlijk tussen twee platen. Ja. En dan maken ze zo een, zeg maar, een foto van de borst. Dus het is geen fijn onderzoek, maar mm. oké, okay. dat is hoe het nu is. En um, toen zeiden ze in eerste instantie: het is niks. Ze, hebben, ze hadden niks gezien. Oh, wow. Um, dus oké, okay, dus ik was, uh, weet je, dus dan, dat, daar vertrouw je dan op. Precies. Weet je? Ja. En toen, um, toen groeide het nog groter, weet je? Ze dus dachten van: hey, ik besprak het met mijn vriend. En hij zei nee we gaan uh, we gaan het toch nog een keer laten checken en toen ja. hebben ze een uh, biops genomen dus dan dat oh, ze ja. echt gaan prikken ja. in, uh, in de borst en daar hebben ze dus, uh, dus wel gezien dan nemen ze een stukje weefsel eruit ja. en dat hebben ze onderzocht ja, ja. Dus, dus als ik het goed begrijp was het er eigenlijk altijd al maar heb je dus een verkeerde diagnose gehad of was het niet goed te zien ja dat is niet goed te zien en uiteindelijk dacht jij van nee dit 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 kan niet goed zijn. Ja. Dus toen ben je uit eigen initiatief ben je eigenlijk teruggegaan van, oké, okay, ik wil toch nog een, een, een diepere, ja, meer, meer onderzoek. Mm -hmm. En ja, en ook vooral ook omdat het, omdat het bleef groeien. Ja, precies. Weet je? En um, ja, kijk, het belangrijke daarin is, zeg maar, weet je, je kan soms dan uh, gewoon volledig gaan vertrouwen, de arts zegt van het is niks. Ja. Ja, ja, en dan ja, ja, ja. niet meer checken, ja. weet je? Mm -hmm. Maar dat was wel cruciaal. Weet je? Ja. Dus het blijven checken, het, het blijven in de gaten houden. En niet volledig vertrouwen op. Weet je, zelfs wat een, wat een arts zegt, wat, weet ja. je? maar ja. blijven voelen en checken in je eigen lichaam wat, wat er gebeurt, wat er weet gebeurt, je, ja. of er verandering is. Ja. Want even, even voor mij even terug. Want uh, uh, voordat jij uh, erachter kwam dat je dus borstkanker had, mm -hmm. hoe, hoe was jij ook zo bewust bezig met je lichaam? Of het luisteren naar je lichaam of is dat meer gekomen nadat jij dus de diagnose had of dacht van hè, er is iets? Nee, ik ben eigenlijk altijd al um, stond ik al bewust in het leven. Mm. Weet je, ik ben altijd bezig geweest met ook met voeding. Nou, mm. de, de, ik heb de opleiding tot natuurvoedingstherapeut yeah. gehad. Dus dat um, is een hele mooie opleiding waar ik heel veel heb geleerd over het lichaam en over ziektes en over wat voeding, weet je, mm. die verbanden. Dus um, um, ik was altijd al Heel erg bezig met, um, nou ja, bewust in het leven staan. Ja, okay. ja. Is dat ook de reden ja. waarom je eigenlijk checkte, denk ja. ik? Want ja. als je daar niet bewust mee bezig bent, dan doe je dat misschien niet. Kijk, ik, ik zeg je heel eerlijk. Ja. Uh, ik weet niet, een hele lange tijd terug kwam het meer, uh, een beetje meer naar boven. Op social media, of in ieder geval op het nieuws en tv. En toen dacht ik van, oh, ik ga het ook checken. Ja. Maar op een gegeven moment, ik zeg ik heel eerlijk, ben mm -hmm. ik ermee gestopt. Ja. Maar hoe, hoe ik vandaag weer hè, dit gesprek aan het voeren ben, denk ik van ja, Lies. Het, het is wel iets wat je eigenlijk gewoon standaard moet doen. Ja. Ja. Want al ben je gezond of bewust bezig, mm -hmm. heb jij ook de kans om dat te krijgen. Ja, ja. ja. Ik, ik heb het ook een tijdje. Ja. Bij mij zit kanker echt in de familie. Dus mm -hmm. ik heb het een tijdje. Ik, ik durf het soort van niet te doen. In ja. de zin van dat ik bang oh, ben ik. dat ik iets ga vinden. Ja, snap ik. En dat is zeg maar dat ik denk. Ik moet het doen. Ik weet dat ik het moet doen, ja. maar je bent gewoon bang. Je ja. Ja. Dus confronteren het eigenlijk. Ja, 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 ja. ja, ja maar ja, ja. het is enger als je de la te laat erachter Precies. komt. Dat Precies. Dat is nog enger. Precies. Dus die, in die situatie wil je heel, helemaal niet komen. Dus inderdaad, ik, ik snap helemaal dat gevoel van, weet je, ja. dat je iets ontdekt. Dat is gewoon. Ja, dan moet superhefde. je er iets mee, toch? Ja, dan ja dan je, je kan het, denk mee. ik, niet laten, laten zitten. Ja. En, en op dat moment, hè, dus, dus je, krijgt dan inderdaad, je gaat voor de tweede keer naar het ziekenhuis en dan krijg je de diagnose. Mm -hmm. En op dat moment dat ze zeggen van mevrouw, ik weet niet hoe het is gaan maar u mm -hmm. heeft borstkanker. Wat? Mm -hmm. Neem ons mee yeah. in, dat, in, dat, in dat moment, weet mm -hmm. je wel. Hoe voelde dat of wat ging er door, door je heen? Ja, nou ik, ik was gewoon uh, stil. Ik was samen met mijn vriend. Ehm... Um... Ja, je krijgt kreeg, je kreeg een soort van blackout eigenlijk. Weet je, je hoort het en... Het is wel unreal of zo. Ja, yeah. ja, dus ik was eigenlijk gewoon stil. Ja. Yeah. Ik kon niks zeggen. En um, ja, wat de, de artsen zitten dan meestal dan gelijk in die rol... dat ze dan ja, gelijk gaan verder praten over hoe verder, weet yeah. je? Ja, precies. Maar dat kwam niet binnen, weet je? Dus um, de vervolgstappen of in ieder geval het vervolgstapje, want er zijn heel veel vervolgstappen, maar de volgende stap werd me dan, weet je, uh, medegedeeld van... Uh, Gelijk in het van, oké, okay, we gaan dit zo zo aanpakken. Ja, of in ieder geval dat de, de vervolgonderzoeken ja. die er moeten komen om mm -hmm. te, te weten van wat voor soort, uh, weet je, wat voor fase en wat we kunnen, weet je. Maar dat heb ik allemaal niet gehoord. Gewoon langs je heen Ja, dat kan dus het was op een gegeven moment uh, aan het einde van het gesprek zei de arts ook van ja ik kan me voorstellen dat je nou ja dat er veel nu weet je gebeurt dus er komt gewoon een nieuwe afspraak en uh, nou ja toen ging ik weg mm -hmm. uh, met mijn vriend mijn vriend was helemaal wel uh, echt aangeslagen weet je okay. maar ik was nog een soort van in uh, ja een soort van hmm, ja ik weet niet heel uh, onwerkelijk gewoon ja, ja. Je hebt, ik, kan, ik zit echt ba te denken van, je hebt kanker. Dat zegt iemand tegen jou. Mm -hmm. En ook, je kan gewoon nog je dingen doen. Ik bedoel, het is niet zo dat je dan gelijk... Ja, je Ja, precies. Nee, je voelt je helemaal nee. niet ziek. Dus het is, je hebt een, een ongelooflijk iets in je lijf. Maar je, je leeft je leven eigenlijk nog, weet je. Ja. Het is niet aan je te zien. Het, uh, ja. Want, want ik, ik, ik had een artikel van jou gelezen. En mm -hmm. daar stond iets van, misschien zeg ik het verkeerd, van dat je, dat je uh, lichaam niet voelde dat je kanker had. Maar mm -hmm. dat het in je hoofd. dat het wel ging spelen. Ik weet niet of mm -hmm. ik het goed, uh, goed verwoord. Maar in ieder geval mm -hmm. dat, het, dat het niet in, op één lijn was. van oké, okay, ik heb kanker en dit mm -hmm. is het nu. Ja, ja, ja. Kijk, ik, uh, wat ik natuurlijk wel vanuit mijn opleiding uh, heb geleerd, is dat. Um, ja als je het lichaam onder druk zet op verschillende manieren dan, um, ja, dan kan je kanker krijgen dus elke oh. vorm van ziekte is eigenlijk een manifestatie van stress onder andere wow. onder andere maar wow. meerdere <laughs> dingen ook zeg maar uh, sociaal, uh, hoe heet het emotionele uh, dingen ja 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 dus yeah. onverwerkte dingen um, um, dus het is, het is complex, maar het, het heeft altijd een verband. Het is groter dan alleen de ziekte. Ja. K um, kon je er ook uh, zo naar, je, naar je, jezelf zeg maar, kijken? Van oké, okay, ik, ik ben geen arts, maar ik weet misschien wel waar het door te maken heeft. Oh. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat um, op een gegeven moment toen ik wel echt wel, toen het een beetje landde, um, ja, kon ik het ook wel. Um, ja op een andere manier bekijken van, oké, okay, ja, dit is wat het lichaam zeker ook kan doen, weet je. Dus vanuit die kennis vanuit mijn opleiding kon ik het ook wel plaatsen. Weet je, was niet van, uh, ja, heel vreemd, ja, een lichaam kan dit doen, weet je. Dit kan ja. gebeuren met een, 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 een lichaam die, uh, nou ja, onder druk staat op verschillende vlakken, emotioneel, maar ook... Uh, ja, er zijn, er zijn zoveel factoren. Ja. 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 En om, om een voorbeeld te geven, zou je een voorbeeld kunnen geven waar, waar jij denkt dat het aan mm -hmm. niet oorzaak-gevolg, maar wat je zegt, een bepaalde manifestatie heeft geleid tot bijvoorbeeld borstkanker? Ja. Um, nou, zeg maar twee hele belangrijke dingen. Nou, jij noemde net al stress. Um, stress is zeg maar echt een, 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 een ja. killer, killer, killer. Ja. Mensen onderschatten dat echt. Ja, ze ja, 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 onderschatten ja. dat echt. En ik, uh, in principe, het stress, ja, schakelt eigenlijk je immuunsysteem uit. Mm. Je im immuunsysteem, die eigenlijk is gebouwd om jou te beschermen van allerlei cellen die zich willen, nou ja, anders willen gaan gedragen. Want iedereen heeft die cellen, klopt nu en dan in zich. Maar als je lichaam, uh, als je, je lichaam niet onder druk zet, dan kan je lichaam dat gewoon aan. Weet je en wel? komt het niet tot uiting. Ja, het komt het ja. niet tot uiting. Maar uh, ik had een heel stressvol leven. Zeker, weet je, vanuit mijn muziek. Veel, uh, ja... Heel veel op mijn schouders. Mm. Heel veel op mijn schouders, ja. weet je. Heel veel verantwoordelijkheid op mezelf genomen. Heel erg uh, vanuit... ook mijn familie geleerd van... weet je, mm. zorgen voor een ander... Een ja. ander gaat voor, voor jou, ja. zeg maar, weet je. Dus uh, zorgen voor een ander ten koste van jezelf. Ja. Dat was een uh, thema. Ja, voor ja. mij. Ja. Een heel belangrijk thema waar ja. ik mee aan de slag moest. Dus, uh, dus dat, die stress, was gewoon echt uh, heavy. Um, en uh, daarnaast, gewoon, ja, allerlei thema's die gewoon in de familielijn zitten, weet je. Ja. Zorgen voor een ander. Um, Zeg maar, um, ik ben opgevoed met ouders die uh, best wel emotioneel gesloten waren. Dus zeg maar, het, weet je, um, dat je gewoon je kan uiten en gewoon dat een gesprek Een emotionele gaan. stuk, ja, ja. ja, ja, ja een emotionele precies. stuk is gewoon Black people overall ja. is een ding. Maar dat komt natuurlijk vanuit onze geschiedenis. geschiedenis. en relatie, ja, ja, ja. et cetera. Dus. Um, ik was eigenlijk als jong meisje gewoon altijd al best een gevoelig meisje ook. Um, en als je dan in een setting opgroeit waar je mm -hmm. niet altijd de mogelijkheid hebt om... Te uiten. Of dat het je wordt gestimuleerd van, mm -hmm. weet je, ja, ga maar ja. lekker, weet je, of uit. Dan, um, ja, dan word je eigenlijk kleiner en dan, ja, dan krijg je allerlei overtuigingen over jezelf. Limit ja, beliefs. En, ik uh, mag er niet zijn ja, en precies. ik doe er niet toe. En, uh, weet je, dus... Al die dingen, het zijn allemaal opstapelingen die je eigenlijk meeneemt in je volwassen leven. Alles wat je vanuit je opvoeding meekrijgt, dat neem je mee in je volwassen leven en dat, dat is van invloed, weet je? Ja, ja maar op dat moment, in die, natuurlijk in die periode, besefte jij ook van, wow, dit is eigenlijk een aanslag op mijn lichaam? Of was je gewoon van, go, 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 go? Nee, dat had ik toen niet, uh, niet, niet door. Niet door. Nee, nee, nee. nee. Dus je denk, het, het is heel raar dat. Um, ja, we pushen onszelf heel ja. ver. En we moeten eigenlijk neervallen voordat we ja, gaan maar dat nadenken. We ook, dat we ook ja, dat wil ik inderdaad net gaan zeggen. Je, meestal <laughs> krijg je dat besef pas als het licht uitgaat, ja. wanneer het te laat is. Maar dus, ook oh je lichaam, eigenlijk, wat, 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 wat jij ook aangeeft, als je bewust leeft. of weet Je probeert bewust te leven. Je lichaam geeft eigenlijk zoveel signalen. Maar omdat we zo snel gaan, ben je, ben je niet bewust dat je die signalen krijgt. Of je wil geen tijd nemen om yeah. die signalen. Klopt. Mm -hmm. En dan ga je, je door. Denkt, door, ja, door moet... nog even door. Precies. Precies. Maar Goed, wat is, hoe, hoe, hoe maak jij dan? Maar misschien loop ik al een beetje vooruit in het gesprek. Hoe maak jij nu um, uh, het verschil tussen je grenzen opzoeken? Want ik vind mm -hmm. dat je jezelf ook moet blijven uitdagen. Mm -hmm. En niet over die grens gaan? Hoe? Ja. Um, ja, het is heel erg... Um, ja, veel, veel zelf zelfreflectie eigenlijk. Mm. En echt gewoon leren nee zeggen. En iedere keer gewoon ja. jezelf afvragen van... oké, okay, er wordt me nu iets gevraagd en dat kan van alles zijn. Een optreden, een samenwerking. Ja. Vraag jezelf af, heb ik er tijd voor? Heb ik er energie voor? Uh, heb ik er ruimte voor? Wil ja. ik het? Ja, ja. Die simpele dingen, weet je wel. Want heel vaak doe je dingen omdat je denkt van oké, okay, ik doe het wel, weet je, of ja, ik doe het wel voor die persoon, of, of allerlei andere redenen waarom je dan ja zegt mm -hmm. op iets waar je eigenlijk helemaal geen tijd en zin en ruimte en de, voor hebt en ja. energie voor hebt. Precies. En niet de, de, de vraag naar jezelf: zelf, van, mm -hmm. wil ik? Weet je, wil, ja. Als ik echt naar, naar mezelf ga mm -hmm. kijken, wil ik dit wel. Ja. We ja. zijn inderdaad heel vaak van: oké, okay, ja, ik doe het wel. Ja. Doe, en dan ben je thuis, denk je, oh, zo'n zware dag of dit of dat. Maar waarom? Huis? Snap je? Maar ja. waarom? Ja. Mm -hmm. En, en um, hoe, hoe zag jou, zag jou uh, ja, hoe, hoe ziet zo'n proces eruit? Dat je dan uiteindelijk een diagnose krijgt mm -hmm. en dan begint het eigenlijk. Ja. Je hoe, gaat naar huis. Naar ja, je team, gaat naar huis. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Ja. Nou, het was. Het was uh, ik heb niet gelijk mijn ouders gebeld. Mm. Ik heb echt wel een, een, volgens mij een week of zo, anderhalf week genomen om gewoon echt uh, zelf erover na te denken. Yeah. En even de tijd te nemen. En ook natuurlijk met yeah. mijn gezin, ik ben ook moeder. Dus ik moest met mijn partner gewoon nagaan denken van oké, okay, hoe gaan we dat uh, kids overbrengen. Yeah. Yeah. Dus dat was nog eerder mijn daar ging nog eerder mijn gedachte naar dan zeg maar mijn ouders bellen weet je dus ik dacht aan die kinderen van oké okay, hoe gaan we dit overbrengen en toen uh, heb ik het inderdaad eerst de kids verteld mm -hmm. en daarna heb ik um, um, ik had een afspraak gemaakt met mijn moeder eerst um, ik had toen um, ik had haar gebeld en toen heb ik met haar afgesproken in, uh, in de stad en toen zijn we naar een uh, tentje gegaan. Om gewoon even wat te drinken. Dus mm -hmm. we hadden wat besteld. We gingen zitten. En toen zei ik: Maar ik moet je wat vertellen. Oh so, je neemt me, zeg maar, helemaal. Ik, <laughs> zie de, ik ben heel visueel. Dus ik zie je echt. Ja, dus voor ik me. loop. Weet je, maar, ik ontmoet mijn moeder. Hi, dus we gingen nog even naar de Sarah. We gingen nog tussendoor. En ik zo: Oké, okay, weet je, ik dacht van. Ik ben aan het rondkijken terwijl ik in de stad loop. Van oké, okay, waar kunnen we zitten? Waar het niet is. Ja, je gedachte is, is eigenlijk ergens anders. Ja, ja. Ja, 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 En op een gegeven moment hadden we dan een tentje gevonden. Toen dacht gewoon, oké, okay, ja, het is hier niet zo druk. Dus dan gaan we hier zitten. En toen hadden we besteld en zo. En uh, ja, toen zaten we. En toen zei ik gewoon, ja, ik moet u wat vertellen. En toen was ze heel. Uh, nou, misschien ook omdat we natuurlijk in openbaar ik waren. dat is niet ze helemaal. Uh, was, was dat een bewuste keus dat je dacht: ik ga ergens zitten um, in het openbaar, zeg maar? Nee, dat was niet zo'n bewuste keus, oh, okay. maar ik dacht wel van het liep in, in ieder geval zo dat hmm. ik dacht van ja, het kwam in ieder geval zo uit toen, ja. weet je, om ja. gewoon zo af te spreken. En um, ja, dus ik had het daar verteld en. Um, um, ja, ze was natuurlijk wel heel emotioneel. Yeah. Maar um, ze zei nog tegen me: van... Ik zie aan jou dat jij rustig bent. Dus dat helpt. weet je. Dus dat ging heel erg af op mijn, hoe ik, hoe ik het overbracht. Waardoor ze ook gewoon rustig op een gegeven moment kon worden. Yeah. Ja, ja, dat kan ik ook wel. Uh begrepen. Ja, dus ja. als ik heel erg in paniek zou zijn, dan zou ze natuurlijk ja. veel meer, maar ze zag aan mij van, dat ik er best rustig onder was, dus waardoor zij meeging in die. Maar het, het die feit eindertien. dat je rustig was, deed je dat om haar rustig te krijgen, of was je echt rustig in de zin van, je had het inmiddels wel een plekje gegeven? Ja, ik had okay. toen al een plekje gegeven. Ik kan me heel ja. goed voorstellen, ook vanuit de strong black woman weet je dat je zeg mm -hmm. maar zoiets hebt van kijk, okay, ik moet sterk zijn want we gaan nu misschien een heftige periode in mm -hmm. en als ik cool ben dan is de rest ook cool dus ik ga gewoon even ja nee zeg maar die, die strong black woman die heb ik al eerder in mijn leven getackeld dus mm -hmm. ik wist dat oh, ik mooi. dat ik niet ja. um, dat dat niet helpt ja, <laughs> ja, ja <laughs> mooi dus die strong ja. black woman wilde, ik, woman wilde ik zeker niet zijn oké okay, en zeker okay. niet in in yeah. dat proces ja, ja. ja precies ja. Ja. want want uh, ja, even, even wat, wat theoretische kennis. Als je borstkanker krijgt, mm -hmm. um, um, is het dan zo dat je dan gelijk aan de chemo moet... of dat je bestralingen krijgt? Hoe, hoe, hoe mm -hmm. werkt dat? Um, nee, het is echt individueel. Het, het, ja. het kan echt uh, heel verschillend zijn voor iedereen. Je gaat in ieder geval een fase in van veel onderzoeken. Okay. Ja. Uh, ik heb ook nog een second opinion gedaan bij, in het AVL. Uh, Anthony van Leeuwenhoek die zit, in, die zit in Amsterdam. Die zijn okay. heel ver als het gaat okay. om uh, allerlei vormen van kanker en behandelingen. Dus ik heb daar een second opinion gehad en ik liep uh, in het ICASIA zelf. En uh, ja, dus uitgebreide onderzoeken gedaan en op een gegeven moment, ja, dan moet je dan een keuze maken. Weet je, en die keuze maak je zelf. Dat is wel um, ook het mooie en een beetje hoe het gaat tegenwoordig. Het is niet van, ja, u moet dit gaan doen. Ja, oké. Okay. Dit zijn de opties. Wat wilt u doen? Dus je kiest zelf van wat voor. Uh, oké. Okay. Ja, ja. Oh. Waar, waar je voor kiest. Oké. Okay. Yeah. Ja, en wil je met ons delen waar jij toe voor hebt gekozen? Mm -hmm. um, even kijken. Nou, omdat die knobbel heel groot was, uh, ze, hebben ze ervoor gekozen om eerst uh, de borst te verwijderen. Mm -hmm. Dus um, ik heb wel gelijk een uh, prothese ervoor teruggekregen. Okay. Dus ik heb dat uh, eerst gedaan. Dat was, in, even kijken, ja. uh, dat was in december 2020 of 20, 20, 20, nou, ik weet het even niet. Het was in december in ieder geval. Dus toen heb ik de borstoperatie gehad. En um, toen in, even kijken, was het volgens mij in februari... ben ik toen begonnen met uh, chemo. Oh, dus ook als, als ze de borst hebben yeah. verwijderd... moet je alsnog toch yeah. de chemo, chemo doen. Yeah. En wat, wat is dan de, de uh, toegevoegde waarde om dan de borst te verwijderen? Want ik dacht, mm -hmm. als je dat doet, dan hoef je niet meer... Uh, uh, zeg maar, bestralingen of geen... Mm -hmm. Omdat er kunnen altijd cellen mm. gaan... Uh, verspreiden. Ja. ja, verspreiden door het lichaam. Ja, Weet ja. je, zelfs als je dan... Uh, ja, dat kan altijd... Zelfs ja. als ze die, die borst verwijderen, verwijderen ja. kan het uh, toch in het lichaam gaan. Uh, ja. Hoe voelde dat voor jou? Um, ja, kijk, natuurlijk als vrouw om ja. je borst te, te, te verwijderen, um, super heftig. Ja, super heftig. Het yeah. is gewoon Echt een letterlijk stukje van jezelf. Ja. En van wat je... Oh ja, je bent vrouw. Het is ja. je borst, ja. ja. Dus dat, uh, dat was heel heftig. Maar um, kijk, op een gegeven moment moet je jezelf gaan afvragen: van, um, ja, dat is misschien een beetje te spiritueel, maar. Um, Niks tegen Weet je, je bent niet. Dit lichaam. Lichaam, ja, ja ja. ja, ja. Ja, 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 ja. Weet je? Ja. En ik denk, als je inderdaad zo kan denken, weet je ook, het blijft heel moeilijk, mm -hmm. maar weet je ook dat je meer bent ja. dan je omhulsel, om het maar even te zeggen. Ja, ja. Ja. Dus op een gegeven moment kon ik dat zeker ook een, een plek geven. En uh, ze hebben het ook mooi gedaan. Weet mm -hmm. je, dat scheelt natuurlijk dat, ja. ook uh, in. En ik, ben, ik heb nu nog steeds zoiets van, als ik ernaar kijk, ja, dan, dan heb ik er vrede mee. Mm -hmm. Het is natuurlijk nooit zo, net als mijn linkerborst. Dus ja. het zijn twee totaal verschillende borsten. Maar ik, ik kan wel echt... Uh, ja, ik heb er echt vrede mee. Weet je, oh, dat is, dus, ook. Het is mooi. echt niet. Ja. Ik sta er niet meer Voor mij is het gewoon normaal nu. Ja. Weet je. En ja. wat gewoon ook heel erg. Wat heel veel voor mij heeft gedaan. Is dat zelfs mijn vriend. Ik hij het vragen, toen ja. Ernaar keek, toen zei hij van. Ja, het is mooi. Weet je. Dat heeft. Ja. Support ook ja. wel van. Je bent gewoon mooi. maar het, ja. is, het is niet alleen je borst wat ook verwijt is. Chemo heeft toch ook heel erg um, invloed op. Je lichaam en je uiterlijk. Mm -hmm. Dus dat komt er ook nog eens, nog eens ja, bij, zeg maar. Da da daarna. Dat komt daarna, toch? Ja. Ja. Ja, ja. Dus de chemo was echt uh, zes maanden. En dan is het uh, in bepaalde fases. Dus soms mm. om de twee weken en op een gegeven moment elke week. Oké. Okay. En uh, ja, dus chemo maakt eigenlijk alles... Hoe ja. voelde je toen, tijdens ja, de chemo? Ja, Als ik ook het woordje af, chemo hoor... Ja, ik krijg gelijk... Dan, hoor ik, dan, dan heb ik het gevoel dat je lichaam gewoon echt... Het is een soort van oké, okay, maar je lichaam wordt echt aangevallen, en dan krijg je een reactie daarop. Mm. En het lijkt me heel uh, intens. Ja, het is het meest agressieve wat ja. je je lichaam kan aandoen, eigenlijk. Ja, maar, maar jij, die zeg maar zoveel kennis had over voeding en het lichaam, werkte dat voor jou ja. niet averechts aan de ene kant? Ja, kijk, dat is natuurlijk zeker vanuit alles wat ik heb geleerd, de ja. uh, opposite. Weet je? Maar um, wat het, waar, waar ik wel heel erg van overtuigd was... is dat um, het lichaam veel kan. Het lichaam kan ook veel hebben. En het is ook echt wel mogelijk om daarna weer te helen... en om weer gewoon mm. ja, dat helemaal weer om te draaien. Dus dat, daar is dat nu, ja, waar ik daar nu sta... Yeah. dat is gewoon weer tegenovergestelde waar ik, van waar ik was toen ik chemo had... Het is wel bizar, het is twee verschillende Want, Ja, hoe was, je, hoe was je lichamelijk? Wat, wat, mm -hmm. deed, het, wat deed het met je? Um, nou, sowieso verlies je op een gegeven moment al je haren. Mm -hmm. Dus uh, ik was kaal, wenkbrauwen, wimpers, overal waar haar zat, haar op je benen. Oh. Dus dat was nog wel een leuke bijkomstigheid. Ja, jullie. Ja, ja, nou, ik wilde eigenlijk Geen een grap maken. Haar. Ik wilde die grap maken, toen dacht ik... <laughs> ik weet niet of ik die grap kan maken, maar ja. Ja, ja nee. Ja, ja, ja. Ik, uh, I'm good, I'm good. Maar ja, al, ja, al die lichaamshaar, dat, uh, dat verlies je dan. En natuurlijk gewoon, ja, je huid. Alles wordt gewoon heel grauw en heel... Zo. So, ja. Yeah. Ja, niet, yeah. niet sparkling. Yeah. Weet je wel. En uh, heel veel afgevallen. Ik woog op een gegeven moment 53 kilo. Wauw. Ja, oh, dat dus. Is, uh, uh, ja. Maar wat deed je in die tijd om jezelf, zeg maar, wel erdoorheen mm -hmm. te komen? Wat ja. hielp toen? Ja, nou, sowieso had ik al mijn activiteiten gestopt. Ja. Weet je, dus ik ging echt volledig de focus op mezelf en op mijn gezin en gewoon uh, ja, op thuis zijn en om erdoorheen te komen en weer te herstellen. Dus die tijd heb ik echt uh, genomen om. Ja, gewoon na te denken Natuurlijk. over mezelf, mijn leven, mijn jeugd. Dus, uh, ja, heel erg de tijd genomen om te werken aan mezelf en aan alles, uh, nou ja, al het emotionele, alle overtuigingen, um, maar ook gewoon uh, ja, heel erg nadenken over hoe ik mijn carrière heb ingericht, weet je. En mm -hmm. hoe ik. Uh, ja alles wat ik op mijn schouders heb genomen, weet je, en waar dat hele thema van zorgen voor een ander ten koste van jezelf vandaan kwam, ja. mm. so, uh, hele 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 diepe reflectie. Je moest, ja. je, was dit nodig? Heel, misschien een hele harde vraag, maar was dit nodig om echt van nu is het klaar? Ja, volgens voor mij was uh, eigenlijk het ziek worden ja het cadeautje om zeg maar ja. Echt gewoon aan de slag te gaan met mezelf. Het is, is wel jammer dat we inderdaad altijd zo <laughs> helemaal zo ver moeten gaan ja. voordat, mm -hmm. het, voordat het zeg maar iets doet. Ja. Ja. Voordat we de tijd nemen nee, voor onszelf. Ook... Ja. En, en kijk, je bent natuurlijk ook moeder, je bent partner, mm -hmm. je, je bent gefocust ook op jezelf. Hoe heb je dat, hoe heb je dat gedaan? Mm -hmm. Want hoe oud waren je kinderen? Mijn dochter heet? is nu 17 en mijn zoontje is 11. Echt net oh, dus wel ook echt, ze weten ja, ze ook wel echt bewust. Kunnen, ja, ja, precies. Kunnen goed uh, snappen wat, wat waar we mee te dealen hebben. Ja. Dus uh, ja, voor de kids, ik, ik, we hadden zoiets van samen met mijn partner van, we willen gewoon heel erg uh, open zijn. Ook omdat we natuurlijk vanuit onze cultuur, ja, weet je, zijn, ja. Okay, we vertellen die kinderen dat, dit niet of dit, weet je, dus. Dat wilden we ook sowieso gelijk doorbreken. Yeah. Weet je, van uh, dat hasje-hasje en niet dat taboe waar we al eerder over hebben. Nee, dit gaat niet een taboe zijn. We gaan dit open bespreken. Dus ik heb de kids uh, zoveel mogelijk meegenomen in alles wat er speelde, weet mm -hmm. je. Heel erg meegenomen in uh, nou ja, alles, de behandelingen en alles wat er zou gebeuren. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat zij ook gewoon rustig waren. Weet je, dus ze gingen heel erg ook af op mijn energie. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat bij iedereen gebeurde om mij ja. heen. En dat kreeg ik ook terug, weet je, na alle behandelingen van... Uh, ze, ze gingen heel erg af op mijn, weet je, energy. En ook mijn partner. Van, ja, als ik heel erg in paniek zou zijn, ja. dag, dan zou het voor hun, ja, dan zouden ze daarin meegaan. Ja. Maar ze zagen dat ik, op een gegeven moment had ik het echt wel uh, geaccepteerd. en was ik gewoon heel erg gefocust op... Nou ja, die, die journey, die zelfreflectie. Um, gewoon werken aan mezelf, werken aan mijn thema's. En um, ja, dat bracht rust. rust. Ik vind het ook mooi dat je thema's noemt. In mm -hmm. de zin van, ik denk gelijk aan issues en dingen, maar je zeg maar thema's heel neutraal. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, dus ja het klinkt het, het, een het, beetje het, van... Uh, het, ja, ja weet je, het, je het, het roept iets anders bij me op dan gelijk, oh jee. Ja, ik weet niet. Ik zal wat je mm -hmm. zegt. Ja. Maar deed je dit, heb je hulp hierbij gekregen? ja ik heb uh, uh, met verschillende mensen gesproken eigenlijk um, therapeuten um, healers oh mm. ja um, en ook heel erg in die familiegeschiedenis gedoken ja. weet je om te zien van uh, waar die thema's dan vandaan kwamen en die zitten inderdaad in mijn familielijn zeker dat zorgen voor een ander ten koste van jezelf is uh, ja, een thema bij meerdere Generaties. Generaties. Ja. Want ja. ik ben ook wel benieuwd hoe, um, ja, je omgeving, hoe zijn zij ermee omgegaan, inderdaad, dat je um, borstkanker had. Mm -hmm. Maar ook um, op emotioneel gebied, Is, was dit voor jou een moment om juist open daarover te, te spreken? Of dacht je van, mm, ik voel yeah. toch nog een, mm -hmm. een blokkade? Ja, ben ik ook benieuwd. Mee. Nee, ik, ik heb het wel. Um, ik vond het wel belangrijk om heel erg open erover te spreken. Zeg maar uh, binnen mijn familie, ook zeg maar naar buiten toe. Want ik heb ook in de media heb ik een aantal interviews uh, gehad mm -hmm. waar ik hierover heb gesproken. Mm -hmm. En dat zou ook gewoon iets zijn zeg maar binnen onze cultuur waarbij ja. je zeggen waar je gaat niet je je gaat toch ja. niet uh, Dingen buiten gooien. Ja, ja je nee. was naar vuile was naar buiten gooien weet ja. je dat, dat zou zeker een reactie zijn vanuit ja want ik je. had het met Jelisa ook erover voordat we ja. de podcast hadden Klopt. want ik weet dat, uh, dat je gewoon bezig was en zo en voor mijn gevoel mm -hmm. was je er ineens zeg maar niet meer en, ja. ik, en ik realiseerde me dat echt pas maanden of zo later en toen dacht ik He, wat is er nou gebeurd? En ik had het toevallig met um, ja, een vriendin van mij, die ik niet heel vaak spreek, maar we hadden het erover. En toen uh -huh. zei ze: Ja, volgens mij is Sabrina ziek geweest. Uh -huh. En toen ging ik zoeken en toen kwam ik inderdaad erachter. Ja. Maar toen ook dacht niet ik, heel veel. Nee, maar ook niet super veel. En ja. toen dacht ik: um, is dat, Was dat een bewuste keuze? Of was het iets waarvan je dacht: Dit is gewoon alleen voor mijn directe kring? Ik ga dit niet van de daken roepen. Want ik weet wel uh -huh. dat je Linda bijvoorbeeld, dat je volgens mij was het Linda? Ja, oh, maar je dat was dan daarna. Ja, ja, ja. Dus ik heb op een gegeven moment toen ik het wist, toen heb ik uh, wel aangekondigd van, want ik zou een tour doen. Oh, oké. Okay. Toen heb ik aangekondigd van, ik moet mijn tour cancelen, en uh, nou ja, vanwege ziekte. Uh, ik heb niet volgens mij, had ik geen ziekte gezet. ik, ik had volgens mij Persoonlijke yeah. redenen. Op, op, op Instagram yeah. toch? Yeah. Ja, die heb ik gelezen. Ja, maar klopt. wanneer ik uh, er klaar voor ben, dan yeah. zal ik wel delen wat, wat het is. Yeah. En toen heb ik het gewoon gestopt. Dus toen ging ik gewoon focussen op mij, mezelf. Yeah. En toen ik ja, mijn behandelingen achter de rug he, had, toen had ik die foto gedeeld waar op met mijn mentale yeah. hoofd oh, een yeah. witte jurk aan had. Yeah. En toen heb ik het eigenlijk gedeeld. Ja. Weet ja. Je? Dus dat, dat was een hele bewuste keuze. Ja. Omdat... Uh, ja, ik, mijn focus lag gewoon op mezelf. En social media, ja. Is niet... Boeien. Nee, nee is niet ja. precies. Nee. Nee. Weet je, het is niet een prioriteit, laat me zo zeggen. Nee, ja, dat kan ik je? me goed voorstellen. Dus, uh, dus ja, dat, ik heb het daarvoor gekozen. En ja, ik ja. vond dat een goede maar keuze. Zijn er mensen ook naar je toegekomen van... Met die reactie van, dat doe je toch niet? Um, Nee, nee, nee okay. dat niet. Dat niet, maar ik weet natuurlijk wel mm. um, ja, dat het gewoon wel een ding is. Het ja. kan een ding zijn, weet je. Ja. Om gewoon zo open en eerlijk ja, te delen waar ja. je mee dient. Waar de, waar, misschien is dat weer een hele uitgebreide vraag, maar waar denk je dat dat vandaan komt? Dat uh, dat een taboe is? Ja. Of dat. Het, ja, hoe zeg je dat? Ik denk dat het gewoon natuurlijk vanuit onze ja. geschiedenis komt, dus vanuit de ja. slavernij. Ja. Dat je eigenlijk en ook een beetje gekoppeld aan dat strong, uh, ja. zeker. Gender, strong black wo zeker uh, uh, woman en ook zwarte mannen die gewoon sterk altijd moeten zijn. Dus dat hele sterk zijn en niet uh, laten weten dat je zwak, ziek, misselijk bent. Mm -hmm. Dat komt gewoon vanuit slavernij ja het ja, is een overlevingsmechanisme waar gewoon, we nog het zit er steeds in. ja waar ja, we nog ja. steeds mee terwijl we kunnen nu gewoon enigszins chillen zeg maar ja, maar ja, het zit er gewoon het, het zit er in. zo in dat wij als hoeveel generaties al hier mm -hmm. tussen zitten dat, dat is echt bes, besef even mm -hmm. in welke status onze voorouders maar, waren maar ook als, als je, naar je naar jezelf kijkt hoe hoe, hoe uh, ik weet het ja want hoe heeft het effect op jou Precies hetzelfde hoe, hoe zij omschrijft: van je gaat verder, je gaat verder, je gaat door. altijd andere mensen voor je eigen dingen zetten. Het zit er gewoon in. Ik moet mm -hmm. echt een stapje terug doen. heel bewust of inderdaad ziek worden. dat ik denk: mm -hmm. oké, okay, nu moet ik even rusten. Ja, ja, ja. Het zit er gewoon in. En ja. Het is best wel eng. Want ik, ik zou niet willen dat het zo is, maar het is zo. Mm -hmm. En omdat het er zo diep in zit. Ben ik er me niet altijd bewust van? Dus mm -hmm. het is echt een valkuil om ja. Ja. helemaal hem te gaan. Mm -hmm. ja, 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 ja. Want, want een, uh, misschien ook een praktische vraag. Wat zou je kunnen doen? Heel praktisch, van als je merkt van dat je doorgaat, maar toch wat denk ik, ik, ga, ik wil niet kijken. Wat zou je mm -hmm. heel praktisch kunnen doen om te beginnen van: oké, okay, laat me beginnen met reflecteren. Want het klinkt heel makkelijk, je moet reflecteren. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ik kan begrijpen dat het best wel lastig kan zijn. Maar bedoel je zeg maar uh, het borstonderzoek zeg maar, of bedoel je gewoon uh, reflecteren Met, Ja, dat van... mentale stukje. Mm -hmm. En dan zometeen inderdaad wil ik ook naar uh, dat stukje gaan, mm -hmm. ja. Um, ja, het is lastig, weet je. Kijk, um, op een gegeven moment moet je jezelf het gunnen... Mm. om gewoon even een momentje te nemen. Eén keer per dag zou mooi zijn, maar één keer per week... van hé, hey, oké, okay, hoe is mijn week geweest? Ja. Hoe voelde ik me? Weet je, Wat, uh, waar werd ik blij van? Wat, wat diende me niet echt. Weet je? Ergens moeten we onszelf. Die dat wel een, klein, een beetje ja. weet je? Ja. gunnen. Gunnen. Wat je zegt. Om ja. een moment te nemen om gewoon na te denken over ons leven. Weet je? Ja. Over wat we voelen, wat mm. er speelt. En, en ja, als, als dat gewoon een soort van vaste routine wordt, dan, dan kan je echt wel een. Uh, nou patroon ja, een, een, een patroon zo, doorbreken. Een patroon doorbreken. En. Um, ja, Gewoon dingen doen die gewoon ja, waar jij blij van wordt, en ja. die waar je ruimte voor hebt, waar je de energie voor hebt. Dus ja, we moeten je moet ja. gewoon tijd maken voor jezelf. Goeie. Ja, dat is ook weer een goede voor, uh, voor een notitieboekje. <laughs> we zeggen dat altijd in de podcast. Van, okay. uh, weet je, schrijf bepaalde praktische tips ook gewoon op. Ja, want uh, ik maar denk ook inderdaad dat dit ook een goede is. Het zijn hele simpele vragen, maar die mm -hmm. heel veel. Diep te kunnen brengen in mm -hmm. van wat doe ik nou precies. Yeah. Ja. ja, maar ik denk ook vaak wat het um, moeilijk maakt is: het gaat er niet om dat je het doet, het gaat erom dat je weet wat de reden en wat de toegevoegde waarde is van waarom je het doet. Want als ik tegen mm -hmm. jou gewoon random zeg: je moet elke week tijd voor jezelf nemen, ja, oké. Okay. Dat is makkelijk. Mm -hmm. Chill, ik ja. ga elke week tijd voor mezelf nemen. Maar ja. als je ja. het dan echt doet. Om de invulling. Precies. Ja, 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 ja. ja, ja en dat ja. is vaak: je weet toch, zelflof is nu helemaal een hype. Maar wat, wat precies, doe je? Waarom? Ja, precies, waarom? Ja, en ja, ja. ook juist voor ons als de black community... denk ik dat het juist voor ons ook heel relevant is om dat te doen. Vanwege allerlei thema's ja. die bij ons ja. spelen. Ja, precies. En, en ook... Uh, dus, op ja, dus je bent uh, echt naar binnen gekeerd. En je hebt uh, hulp ook gekregen van healers, uh, mm -hmm. uh, et cetera. Hoe zag het proces er op een gegeven moment uit? Want dan heb je al heel veel onderzoeken. Mm -hmm. En op dat moment komt er een moment dat ze zeggen... Dat je bent schoon. Ja. In jouw geval dan. Ja. ja. Hoe was dat gegaan? Ja, um, inderdaad. Uh, dat moment was er. Dus dat gesprek weer. Um, en dan, ja, dan is het in principe dat. U, u bent mevrouw, u bent schoon. En... Uh, we blijven je in de gaten houden. Dus ik ga elk jaar heb ik dan een, on een onderzoek gewoon ja. weer. Uh, maar de rest van het jaar moet ik gewoon alert blijven op allerlei veranderingen. Weet je? Ja. Um, de andere borst blijven checken. Dus uh, gewoon alert blijven op mm -hmm. alles. Maar ook gewoon um, als ik opeens, gewoon qua energie, als ik me moe voel. Of alle veranderingen mm -hmm. moet ik gewoon scherp op zijn. Mm. En. en uh, brengt dit een bepaalde angst in, in dat, je, dat je in angst kan leven? Of, heb je, of, of heeft het ander effect, een, een ander effect op je? Uh, nee, ik leef zeker niet meer in angst. Uh, angst was trouwens ook echt een thema. Mm -hmm. Angst was ook echt een uh, thema waar ik aan de slag mee moest. Um, kijk, angst heeft heel erg te maken met een soort van disconnect met jezelf. Ja. Daar komt angst vandaan. Want angst is heel vaak eigenlijk. zelf made ja. weet je? Iets wat heel goed vaak. Ook. Je bent heel vaak bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ik was heel erg. Ik, angstig voor de dood altijd. Mm -hmm. Heel mijn leven eigenlijk al. Bang voor de dood, bang voor de dood. Oh. Dus dat was een interessant iets. Want ik was al die jaren bang voor de dood. I, I never died. Mm. <laughs> Het is super raar. Van weet je, je bent bang voor de dood. Maar. Why? It never happened. Yeah. Weet je? Maar ja, nu was het echt. Ja, ja, ja. Nu was het echt ja. de optie. Maar was je op dat moment ook echt bang... of ging je toen afvragen waarom je bang was? Wat bedoel je? Toen, toen, je, zeg maar, toen je erachter kwam van... Uh, oké, okay, ik heb kanker... Raakte je toen, kwam die angst toen heel erg naar boven... of kwam toen de vraag naar boven van... maar waarom ben ik eigenlijk bang? Nee, het, het grappige wat het heeft gebracht... is dat ik op een gegeven moment... ik had een heel mooi gesprek met een, met een healer... En toen kwam na dat gesprek kwam het besef van um, eigenlijk hetgene waar je altijd bang voor bent geweest, dat is nu. Precies. Pas echt de realiteit. Ik wil het niet zeggen, maar yeah. is het, het was dan een dat superles. je het hebt geman ja, hebt gemanifesteerd dat je er zo mee bezig was, weet je wel, mm -hmm. en nu dat het inderdaad een optie zou kunnen zijn dat je zoiets had van yo, ik kan niet de hele tijd zo leven. Want ja. dat is er niet. De ja, dat was ja. de les. Van al die tijd dat ik me er druk over had gemaakt, was het er niet. Nee. Maar nu is het pas echt. Ja. Dus um, ja, de les daarin was van... Ja, dat je, hoe je het echt in je hoofd ja, kan ja. groeien. Heb gemaakt, gecreëerd. Ja. Ja. Terwijl het al die... Het was helemaal geen issue, het was helemaal geen punt. Het was niet aanwezig, het was geen realiteit. In je hoofd ja. had ja. je het gemaakt. Kun je nagaan, hoe. Je zeg hoofd, ik zo vaak, hoe yeah. sterk je mind kan yeah. zijn. Want iedereen heeft een andere realiteit. Mm -hmm. weet je, en op een gegeven moment kan je zo in je hoofd zijn... dat je denkt van, dit is, weet je wel, dit is wat gaat gebeuren. Of mm -hmm. dit is nu wat, wat, wat gaande is. Yeah. Yeah. En dat, is, dat, dat kan uh, positief zijn, want dat je dat Zeker. Je, yeah. je kracht uit kan halen. Mm -hmm. Maar het kan ook echt wel heel, heel zwaar zijn, emotioneel. Ja. Zeker weten. Ja. Dus die mind is echt super powerful. Belangre, ja. En uh, wat voor mij heel belangrijk was, is om gewoon, ja, ik, ik noem het te gaan landen in mijn ziel mm. eigenlijk. Wow, dus mooi. te gaan, um, dus vanuit hier gewoon te gaan zakken ja. naar gewoon die ziel en, en ja, naar de liefde. En ja. Dat, dat was een belangrijke voor mij, weet je? Dat ja. het, het heel erg vanuit mijn, ja, hoofd. mijn hoofd nam over, eigenlijk. Ja. Weet je? ja overtuigingen ja. en overtuigingen vanuit opvoeding en vanuit generaties. Ja. Maar op een gegeven moment moest, moest ik gaan switchen naar, oké, okay, wie ben ik? Wat wil ik, weet je? Los trekken eigenlijk van al die ideeën. Los trekken van mijn ouders, eigenlijk. Hmm. Ja. ja. Weet je? Ja, ja. Want je en, neemt heel veel over. Ja, je neemt ja. heel veel. En wij zwarte mensen hebben onze ouders echt hoog zitten. Mm -hmm. Dus alles wat zij zeggen, dat is, dat is de waarheid. En dat moet mm -hmm. het zijn. Dus het is voor ons heel moeilijk om te zeggen: van oké, okay, um, dat is wat mijn ouders vinden. En maar dit ik... is, ja, precies. Het, 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 het echt knippen van de na, nou, navelstreng, in ieder geval de, de gedragspatronen. Mm -hmm. Nee, maar zijn... ga, je, ga je gewoon anders doen. Ja, ja. en het zij, kijk. Um... Wij zijn heel erg community bezig, maar wat ben je als je dat niet hebt? Wat is, ik denk dat wij, we denken natuurlijk heel erg vanuit wij, maar mm -hmm. er is ook nog een ik. Yeah. En yeah. het is dus de yeah. vraag van wie is die ik mm -hmm. als die community, niet dat die er niet is, maar wie yeah. is die ik yeah. als die alleen yeah. staat? Yeah. Dat is wel mooi. Ik vond het ook um, interessant toen je zei bij de stelling: um, er moet op jonge leeftijd meer aandacht komen voor kanker. Hoe zie je dat voor je? Wat wil je mm -hmm. zeg maar meegeven over de ziekte, um, zowel aan de volgende generatie bijvoorbeeld... maar ook mm -hmm. aan gewoon mensen die misschien zelf het hebben gehad... of uh, nog erin zitten. Mm -hmm. Of mensen om zich heen hebben die, zeg maar, ermee dealen nu. Ja. Kijk, het is... Um, um, kijk, wat ik niet wil zeggen is van... oké, okay, ga met uh, vanaf jonge leeftijd focussen op dat je mogelijk kanker zou hebben. Mm, yeah. Waar ik wel he heel erg voor ben, is van... ga op jonge leeftijd al gewoon aan de slag met... Het besef dat zeg maar, ziekte een manifestatie is van onderliggende ja. dingen, van een bepaalde lifestyle ook, weet je waar voeding ook onderdeel van is. Dus ga op een jonge leeftijd al gewoon aan de slag met jezelf, mm. weet je, met je thema's, onderzoek dat en uh, met gewoon lichaamsbewustzijn. Hele op, goede weet je, want je, tip, lichaam, ja. je lichaam is eigenlijk een soort van computer die ja. altijd signalen geeft. Ja. Altijd, ja. weet je? Maar wij leven gewoon in deze maatschappij waarbij we gewoon, ja, weet je, we, we luisteren gewoon niet. Gewoon die, die sceniële, disconnectie, gewoon. Ja. We gaan heel gewoon erg door. vanuit ja. je hoofd wat ja. je zei. Ja, weet je, ja. je lichaam spreekt altijd tot je. Ja, klopt. In elke situatie. Zelfs als, als ik jou nu iets vraag, krijg je daar gewoon een eerste ja. gevoel bij. Ja. Maar wat er vaak gebeurt, is van oké, okay, dat eerste gevoel, laten we gaan. Ja. En oké, okay, ja. Mm. Weet je, dan neemt dat hoofd over. Maar dat eerste gevoel, als we leren daar naar te luisteren en en daar naar te leven, dan zijn we gewoon in connectie met onszelf. Ja. Dus ja. niet zeg maar die hoofd laten overnemen. Die hoofd die vol zit met ja, mijn moeder zegt dat ik altijd uh, voor anderen moet zorgen of, ik, of dat ik het moet doen, mm -hmm. weet je. Dus um, ja, jonge mensen zou ik gewoon eigenlijk aanmoedigen om gewoon um, ja. Gewoon te gaan leren voelen leren en voelen, luisteren ja. naar alles wat erbij speelt. Mooi. Weet je? En als je gewoon dat kan, kan inbouwen, dat je één keer per dag of één keer per week zo'n zelfreflectiemoment hebt, dat je gewoon gaat zitten. Je maakt er een mooi ritueeltje van en je gaat nadenken van, oké, okay, hoe was mijn week? Ja. Wat voor mensen heb ik ontmoet? Uh, van wie kreeg ik energie? Van wie, wie trok de energie? Uit, weet je? Mm -hmm. Dus. Gewoon reflecteren. Ja. Van wat, ja. Uh, ja, waar werd ik blij van? Of wat, wat was gewoon niet fijn? Mooi. Al die dingen. Ja, ja. Heel praktisch en heel mooi. Waar je gewoon mee aan de slag kan. Ja. 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 En om, om ook even terug te gaan. Um, hoe heeft uh, jouw, jouw ja, ziekte, noem ik het, of borstkanker, effect mm -hmm. gehad op je gezin? Hoe het nu gaat? Mhm. Mm nou, zeg maar wat het, wat het me sowieso heeft gebracht. Is, weet je. Die connectie met mezelf. Ja. Dat is gewoon helemaal anders. En als je in connectie staat met jezelf. Dan gaat het ook gewoon staat makkelijker het richting uit. Ja. anderen. Ja, ja. Dus de relatie die ik heb, heb met mijn dochter is helemaal veranderd. Weet je. Ik was bijvoorbeeld. Um, dat emotioneel gesloten. Die had ik ook een beetje richting haar. Ah, okay. Weet je. Ik was ja. best wel. Uh, weet je mm -hmm. niet, uh, niet niet die moeder die altijd geen knuffelen ja. en ja. al dit terwijl mijn dochter wel heel erg zo was en dat vond ik altijd heel ongemakkelijk mm -hmm. ken je dat het is ja. zo raar dat Het is, je denkt van is, is eigenlijk gewoon een spiegel van ja. jouzelf vroeger mm -hmm. en dan die ongemakkelijkheid kan ook zijn van oh ik weet hoe het voelt maar ik kan niet ja ja ja, ja of je weet gewoon niet hoe je ermee om moet gaan omdat ja. je geleerd hebt om omdat mijn ja. ouders waren ja. ook niet die ja, uh, weten die uh, knuffel, knuffel. Ja. Uh, dus uh, dat is gewoon helemaal veranderd. En um, ja, gewoon met mijn zoontje had ik, had ik daar minder moeite mee. Misschien ook omdat hij een jongen was. Ja. Misschien ook omdat mijn dochter een soort ja. van... Ik zag mezelf. Spiegel, ja, 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 ja ja, ja, ja. Heel herkenbaar. Ja, dus... Um, ja, we zijn in een good place nu. God, weet je mooi. En ook ja. met mijn partner is natuurlijk echt mijn steun naartoe verlaat Pfft. geweest. En heel erg um, um, in dienst is gaan staan van alles wat ik nodig had. Ja. En uh, het heeft ons ook echt um, veel dichter bij elkaar gebracht. Ja. En, uh, kan je, ja. Kan je nog iets meegeven van wat hij deed of jouw omgeving deed, wat jou enorm heeft geholpen in mm. zo'n proces? Want mm -hmm. ik kan me heel goed voorstellen dat. Als je er buiten staat, dat je je eigenlijk mm. machteloos voelt. Ja. Kijk, het, was, het, het, het ging heel erg om het, het luisteren, denk ik, naar mijn behoeftes. En goed ja. kunnen, kunnen zien en aanvoelen, weet je, wat, uh, wat er nodig is. Ja. En dat kan bij iedereen anders zijn. Mm -hmm. En ik had heel erg de behoefte om gewoon... Um, ja, bepaalde periodes gewoon met rust gelaten te worden. Dat ik gewoon mijn eigen ding kon doen. Mm. Gewoon je, ook je ruimte dus je ja. Ik hoefde me niet de hele tijd te pamperen of... Uh, dus het, het ging heel erg om gewoon kijken van wat ik nodig had. En um, ja, ook gewoon veel, veel liefde en gezelligheid brengen. Ja, ja precies. Ja. Dat. Mooi. En ja. gewoon momentjes pakken om gewoon toch leuke dingen te doen. Ik heb zeker ook, weet je, ik, zag niet, ik zat niet de hele tijd aan bed gekluisterd of zo. Ja. Je hebt ook gewoon tijdens chemo, um, ja... Dagen waarbij het echt wel gaat. Ja. En toen gingen we wandelen. Weet je, ja, veel de, ik ben veel de natuur in geweest, echt veel gewandeld. Ja. Dus uh, ja, die leuke momenten waren er ook wel. Zelfs nice. in die heftige periode. Ja. 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 Ik vind, ik, het is, een, het is een, uh, een onderwerp wat best wel zwaar kan zijn. Mm -hmm. Maar ik zit hier. En het voelt niet zwaar. Mm. Ook weer wat ik, wat ik tegen jou zei, van de manier op hoe je praat, mm -hmm, yeah. is heel, je, ik kan heel goed luisteren zonder dat ik daar een bepaalde paniek-emotie van krijg. Mm. En het, het landt gewoon echt bij mij van, ja, het is echt belangrijk om inderdaad die omgeving te hebben, dat je ook naar jezelf kan keren. Yeah. En dat je jezelf echt bepaalde vragen kan stellen van, hoe gaat het eigenlijk met mij? Of wat mm -hmm. heb ik nodig? Mm -hmm. Als je niet zelf weet hoe het met je gaat, dan kan je omgeving jou ook niet ondersteunen. Klopt. Ja, ja het is altijd vanuit binnenuit. Precies. Begin, ja, ja, precies. En um, ook weer heel praktisch, hoe begin je met het controleren van je borst? Mm -hmm. Want ik heb wel eens gehoord dat je, ja, je moet gewoon voelen, maar wat moet je, specif waar, wat moet je specifiek doen? Mm -hmm. Nou ja, kijk, um, um, als je onder de douche staat, dat ja. is een mooi moment. Je moet eigenlijk gaan, gaan onderzoeken hoe jouw borst is, Ja, weet precies. Ja. En op een gegeven moment, als je dat vaak doet, dan weet je van, oké, okay, ja, ik heb dit, ik heb hier een bobbel, ik heb dit, weet Ja, je? want dus ik heb dat wel eens gedaan. Dan denk ik, oh jee, ik voel iets, maar ik weet niet wat het is. Mm -hmm. Ik Weet niet. Het is gewoon eng. Wanneer maak je ook het verschil tussen iets wat niet goed is? Maar dat is dus ja. verkennen van je borst, verkennen van je borst. Je van ja. je borst. Ja. En dan, als je op een gegeven moment, dan weet je van hoe, hoe jouw borst ja. voelt. Dan weet je ook wanneer er iets niet goed is. Ja, ja, precies. Je? Okay. Dus je moet op een gegeven moment gaan verkennen van oké, okay, hoe zit mijn borst? Gewoon voelen, gewoon, ja. 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 gewoon voelen. En uh, gewoon ja, ook kijken. Weet je, hoe ziet die tepel eruit? Oh, en ja. en uh, de tepel is ook meestal een belangrijke. Weet je, daar als je kanker hebt, dan verandert dat ook. Oh. Weet je? Soms kan het, ja, het kan allerlei vormen aannemen. Dus aan de buitenkant kijken. En gewoon echt voelen. En okay. onder de douche. En, ja. dat is, en dat is kort. Weet je, twee ja. minuten. Gewoon, weet gewoon je. doen. En ja. online staan er gewoon zoveel dingen over. Van hoe je dat precies moet doen, op ja. wat voor manier. Dat ja, ja. je even. Even kan, kan doen. Ja. Yeah. Zijn er nog, want ik denk dat we al bijna gewoon aan het einde zijn van, uh, van het gesprek. Mm -hmm. Ik, uh, ik uh, kan nog heel lang erover praten, omdat ik merk dat de dingen die. Het is niet alleen de kanker. Nee. Weet je wel? Dat staat niet. Tuurlijk, het heeft een hele grote impact, maar ik mm -hmm. merk dat wat je zegt, de thema's, dat dat juist centraal staat, wat, je eigenlijk, mm -hmm. wat jouw journey eigenlijk uh, was. Yeah. Yeah. Maar zijn er nog tips of adviezen die, die je zou mee, uh, mee willen geven? Je hebt al hele goede uh, praktische tips ja, gegeven hoor, maar... Zeg maar heel erg luisteren naar dat lichaam. En, ja. En um, um, die reflectiemomenten nemen, zeker. En uh, het is denk ik goed om sowieso um, dat onderzoek te doen, weet je? Dus ga, oh ja. je kan gewoon die, die oproepen, die krijg je op een gegeven moment. Ja. Die uh, bevolkingsonderzoek uh, oproepen. Dat je die sowieso doet. Ja. Want die deed ik ook nooit. Weet je. Je, je ziet dat ding in een brievenbus. Je scheurt het en je ja. gaat niet. Ja. Dus dat is wel goed. Want daar ja. worden ook heel veel dingen ontdekt. Weet je, als je daar wel aan meedoet. Mm -hmm. En um, ja, het, het, weet je, je staat sowieso vrij om gewoon... Als je zelf merkt van, oké, okay, ik weet niet, ik twijfel. Gewoon naar de huisarts gaan. Gewoon een... Ja. een, 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 een uh, Vragen naar een uh, onderzoek. Ja. En dat kan gewoon, weet je? Ja, We betalen, je betaalt zorgverzekering. Ja. ja, precies. Ja. Dus ja, dat kan gewoon. Ja. ja. Heel, heel duidelijk. Hoor. Ja, voor mij ook. Ik ja. ben ook heel blij dat je hier zit in de staat zoals je nu hier zit. Ja, zeker. Ja, um, komt, en ja. het is goed om te zien dat je, um, zeg maar, ik zie ook aan jou dat je, een soort van je hebt het een plekje gegeven. Mm -hmm. En dat is ook mooi. Want. Ja, ik weet niet, dat had ook, ook zo anders kunnen zijn. Ja. ja. Maar de, de, ik vind het heel mooi dat, wat ik net aangaf, van, dat je dat moment zag van, oké, okay, ik moet nu naar binnen keren. Ja, en niet van, oh, we gaan uh, de, de, de onderzoeken blijven doen en we gaan chemo. Nee, mm. je hebt gewoon eigenlijk gewoon dat hele plaatje bij elkaar gepakt. Ja. Ja. En dat is echt, ja, vind ik heel mooi. Ja, ik denk dat het, misschien is dat wel een mooie tip om aan mensen mee te geven. Dat zeg maar: elke vorm van ziekte is, kan je zien als uh, ja, eigenlijk een soort van het laatste, de laatste schrul ja. van je lichaam. Hmm. Die signalen die je daarvoor ja. eigenlijk hebt genegeerd, dan is kanker of wat voor vorm dan ook. is Zeg maar de tip, ja. weet je? De, de, de piek ja. van. Goh, SOS. Ja, klaar. Van ja. oké. Okay, ja. Nu, hier en niet, niet meer verder. Ja. Weet je? Dus, um, ja, en, en het is mooi om gewoon dan niet alleen de ziekte te zien als ja. de ziekte, maar gewoon het hele ding te verkennen: de thema's binnen je familie, al het emotionele, misschien heb je trauma's gehad. Um, Dingen niet verwerkt. Ja. Dus verken alles. Want het is slag. altijd, uh, het heeft gewoon verband met verband. elkaar. En natuurlijk uh, je, je leefstijl. Alles wat je eet, uh, stress. Ja. Hele korte vraag hoor. Mm -hmm. uh, heb, je, heb je ook qua voeding ook dingen veranderd? Um, ja, is zeggen zo... een hele andere podcast weer. Maar ik weet zo lang. <laughs> Kijk, voor als je, op het moment dat je kanker hebt, is suiker um, een, een, uh, echt een belangrijke factor. Want kankercellen die gaan heel goed op suiker. Oké. Okay. Mm. Dus eigenlijk uh, wat ik sowieso heb gedaan is zijn al die suikers geëlimineerd ja. toen ik uh, begon met mijn uh, behandelingen. Dus, maar alle suikers, dus ook fruitsuikers. Waarvan oh. je denkt van oh ja lekker fruit. Maar wat kan je dan wel eten? Uh, ja, je gaat gewoon meer op, op de groenten zitten. En uh, wat granen wel en uh, wat koolhydraten wel. Maar de echte suikers de sapjes en al die... Ja. Sowieso alle um, snoepjes en keekjes, dat sowieso. Mm. Maar um, dat is echt wel ook uh, iets wat mensen ja, onderschatten. Ja. ja. Weet je? En uh, dat is soms ook moeilijk voor mensen. Om dan ook wanneer je ziek bent... Oh, dan moet ik ook nog oh, ja, ja, zo streng ja, ja, ja. in een voedingsregime ja. uh, gaan. Yeah. Maar ik geloof voor mezelf dat al die dingen voor mij hebben bijgedragen. Waardoor ik, dat ik toch best wel ook snel kon herstellen. En um, ja, ja. ook wel weer redelijk snel weer fit kon zijn. zijn. We gaan hier nog die, de diepte in. Ja, Want Het is echt. een hele, hele interessante en uh, een onderwerp wat we gewoon echt wel moeten bespreken. Ja, vind ja. ik ook. En er is heel veel wat we denk ik niet weten. Nee, nee, precies. Wel, ja. Nou, we zijn... Uh, bijna bij het einde. Ja, we zijn uh, bijna aan het einde gekomen van de podcast. Ja. We hebben altijd een uh, meisje is Secret. Dat is een uh, dilemma. die we gaan voorleggen. Mm -hmm. Als je de uitdaging aangaat, moet je antwoord geven. Eerlijk, okay, antwoord geven. Eerlijk. Oké. Okay, okay, <laughs> ja. Yeah. Ga je de uitdaging aan? Ja. Mm -hmm. <laughs> yeah. Oké, okay, Sabrina, dit is uh, onze sisters secret voor jou. Je mag kiezen. Of je mag nooit meer, never ever, dus het stopt hier, nooit meer op het internet. Mm -hmm. Of als het donker wordt, hoor je. Zolang het donker is, altijd een piep in je oren. Oeh. Als nee, een zangeres lijkt me dat. Niet. Die piep wil ik niet. <laughs> nee. Oh, nee. Mijn God. nee. Die piep wil ik echt niet. Nee. Dus geen internet. Nee, dan ik ja, dan kies ik echt daarvoor. Nee, die piep is echt. Ik ken iemand die dat heeft. Ik, echt? Dat, oh. Uh, nou, ik dat zie ook echt leuk. aan je dat je denkt van, ja. nee man, die piep. Nee. nee Want je, ik denk van wen je er op een gegeven moment aan, maar nee, ik zie je aan je gezicht van. Nee, het is echt. Uh, nee. Dat is een no-go voor mij. Dus okay. het internet? Ja. Hoe in, op in internet? Een, ben je me, iemand die veel op internet zit? Ik vind het wel meevallen. Hm. Ik heb een beetje haatliefde met internet. Ja. ja. Weet je, ik, um, ik heb fases dat ik het echt wel leuk vind. En dat ik... Maar voor mij is het heel erg. Uh, ik probeer het gewoon wel natuurlijk in te gaan. Dus ik ga mm. niet. Um, ik deel wat ik gewoon voel. voel en ja. wat ik leuk vind om te delen. Dus ja. Het ja, ja. niet een soort van. Taak worden van. Weet je? Ja, 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 okay, ja, Ik heb vandaag niks gedeeld wat. Ik ga nu iets verzinnen om te delen. Ja. Dat, dat doe ik sowieso nooit. niet. Okay. Nee, maar ik kan wel wel voorstellen als je artiest bent dat je het gevoel hebt dat je hele tijd zichtbaar moet zijn en zo. Ja. Die pressure. Maar dat nee, heb je nee, ik heb dat. Uh, misschien is, is dat ook vanwege mijn, weet je, mijn leeftijd of zo. Mm. Dat ik denk van nee. Ja. Is het nodig? Ja. Precies. Nee, dus ik wil geen piep. Ja. Oké, okay, dus piep. we gaan <laughs> en voor nooit meer op internet. Ja. ja. En, ja en misschien ook internet. wel een leuke, omdat we natuurlijk ook op YouTube zitten. Laat even in de comments weten wat jij zou doen. Ja. Geen internet of gewoon eeuwig die. <laughs> wat diep. Wat zou jij doen? Ja, ik denk, kijk, ik denk ergens dat ik eraan zou wennen. Dus Aan ik die zou piepen. piep. Ja, maar nu hoe ik jou gelijk zo zag, dacht ik, oh, ja, ik zou denk ik die piep doen. Het is echt bizar. Gewoon een piep. Nooit meer insecure kijken, dat is het ook. Nee, maar dat staat er niet. Je kan, je kan via tv. Ja, joe joe, joe joe. Nederland 1, Nederland 2. Ja, toch? Dan ga je weer voor die standaard. Uh... Ja, nee, ik zou voor die piep gaan, denk ik. Mijn eerste ingeving was ook nooit meer op internet gaan. Oké, okay, nou, dat kan wel al insecure alleen. Yeah, nah. <laughs> nee, nee. Uh, ja, wij willen je gewoon enorm bedanken. Yeah. Uh, ja. Jij bent ook zelf super tof bezig met allemaal uh, ja, initiatieven. Waar kunnen ze jou vinden? Uh, nou, natuurlijk gewoon op mijn eigen website uh, en socials: www.sabrinastaarke.nl en Diaspora Wellhouse. Dat ja. ja. is natuurlijk uh, mijn andere baby. Mm, ik ben benieuwd, wordt dit ook een onderwerp van gesprek daar? waar Zichwaar ziektes en ja we gaan teruggaan het, het is zeker in, um, yeah. Irene en ik willen zeker uh, wat gaan doen met het uh, nou ja met kanker yeah. uh, borstkanker baarmoederhalskanker um, gaan we zeker wat mee doen dus we zijn daarover in oh, gesprek yeah. yeah. om daar iets mee Tof. Te doen. Yeah. Dus uh, ze, kunnen jou, uh, ze kunnen jullie ook volgen. Ja, ja zeker. Ja, heel zeker. nice. Ja. ja, gewoon bedankt. Ik ben ja, uh, echt heel blij dat je hier zit. Dank je wel. Onze ja. eerste storytime met, uh, met ja, de camera. We hopen Super. dat jullie het ook leuk, van, leuk vonden om ons te zien. Ja, want nu kunnen jullie soort wel een gezicht koppelen. <laughs> ja, aan de En hoe we praten. <laughs> Yeah. Nee, uh, nee, jullie ook bedankt. Laat een comment achter. En uh, voor de mensen die het gewoon via ja, onze streamingdiensten luisteren. Dank jullie wel dat jullie weer hebben geluisterd. Zeker. En tot volgende seizoen. Wow. Oh my god. Ja, we Dit zijn klaar. Dit is de laatste aflevering ja, <laughs> van het seizoen. Ja, dus we gaan er even tussenuit. Ja. Uh, maar zoals altijd ja, nemen we jullie mee in alles wat we doen. Ook wanneer we niet aan het opnemen zijn. Precies. Of juist wel aan het opnemen zijn. Want dat doen we tussendoor. Ja, maar, blijf, um, ons volgen, want ja komen blijf ons volgen. we komen echt leuke dingen aan. En nog meer van dit. Als jullie ja. dit ook tof vinden. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Doei. Tot volgende keer. Sister Friends te vinden op Facebook en Instagram. Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl